PSV heeft de jeugdopleiding opnieuw een impuls gegeven. Maar liefst 27 mensen kregen of verlengden hun contract afgelopen weekend. Het gaat dan om mensen met een trainersfunctie en om stafleden daaromheen. Het sluit aan op de koers die technisch manager Marcel Brands graag wil varen met de club. Het is altijd een bijzonder moment toch. We zijn daar eigenlijk al vanaf het begin van het kalenderjaar mee bezig tot de zomer om die hele staf weer op orde te krijgen en daar waar we kunnen uit te breiden. En dat is weer een heel mooi team geworden. Nou ja, het is een processtap. Dus elk jaar komen er weer meer mensen bij. En dat is uiteraard een goed teken. Dat betekent dat we nog meer begeleiding kunnen bieden voor de talenten. Dus het is dit moment niet een hele grote stap. Maar de processtappen die we gemaakt hebben zijn mega. Betekent dit ook dat de jeugdopleiding door deze stap weer meer uitbreidt? In FTE's, dus in een aantal uren. Maar ook in teams, omdat het fundament een aantal teams heeft die over de hele regio verspreid zijn. Dus heel veel meer jonge kinderen die we proberen te beïnvloeden. Ja, we proberen elk jaar daar stapjes in te maken. We zijn een aantal jaar geleden daar heel duidelijk die richting op gegaan. En we proberen elk jaar, als we ook de financiële ruimte kunnen creëren, om daar stapjes in te maken in de organisatie. En zoals je weet nu ook in de faciliteiten. We waren druk bezig om te gaan verbouwen en om de headgang nog professioneler te maken. En al deze stappen moeten uiteindelijk leiden tot één doel. Ja, in onze visie hebben we duidelijk afgesproken om te trachten straks richting 2020 zo ongeveer de helft van onze selectie te laten bestaan uit eigen opgeleide spelers. Nou, we zitten nu al een beetje zo rond de 10, 11 spelers die deel uitmaken van onze A-selectie. Nou, dat moet nog gaan groeien. Ja, het doel is al helder. Op termijn willen we natuurlijk zoveel mogelijk spelers in de eerste selectie van PSV hebben. En dat is niet makkelijk, want het niveau is natuurlijk mega hoog. En daar zetten we steeds stappen toe. Het zou moeten leiden tot uiteindelijk 2020 ongeveer de helft van de selectie bestaan uit eigen jongens. Maar voor mij is dat niet genoeg. Het moeten ook jongens zijn die regelmatig spelen. En hopelijk een aantal die dezelfde stappen kunnen maken als bijvoorbeeld Jorrit, die baasspeler is en zelfs het Nederlands elftal had. Veel nieuwe gezichten, maar ook een aantal bekende gezichten. Waaronder Twan Schepers, nauw betrokken bij Jong PSV en PSV onder 19. Ik doe dit werk nu sinds 1997 toen ik stop ben met voetballen. En dit is de eerste keer dat ik een contract heb getekend met een leasefiets erin. Dus, en hij is mooi hoor. Dat is het enige detail waar we lang over hebben gesproken. Maar uiteindelijk, ik twijfelde nog of ik ging tekenen. Ja, ik weet het. Meest in het oog springend is de nieuwe functie voor het fundament dat een eigen coördinator krijgt. En daardoor ontstaat er ook iets meer ademruimte voor Art Langeler. Ja, maar die zit met name in de niet-voetbalkant, dus de organisatorische kant. Ondertussen staat, denken we het wel zo, dat we daar wat dingen kunnen verdelen. En dat zou betekenen dat ik ook wat vaker de voetbalschoenen eraan kan doen. Veel bekende gezichten, maar ook dus veel nieuwe gezichten die allemaal een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van de jeugd van PSV.